Welkom terug en leuk dat je er weer bij bent, hier bij een nieuw bierreview van Bier met Menno. Het is review nummer, weet ik niet, het is zoveel reviews. Dit is review nummer 4 van deze week, die ik opneem, hè. Laten we het even duidelijk hebben, die ik opneem. En ik had zin in een zwaar bier en ik hoop ook een mooi bier, smaakvol bier. Brouwerij, ik ga een beetje spannend lopen doen, maar je ziet het al in de titel. Toch ga ik het spannend houden. Eén keer gereviewd op het kanaal. Voor mij ook maar één keer gedronken. Het komt uit Roemenië. Blackout Brewing. Een barrel aged bier. Welke is het dan, Menno? Vertel het of laat hem zien. Het is de Twisted Metal Old Watermill Whey Whiskey Barrel Aged met 13%. Check. En hij is er weer, hoor. Het wakslaagje. Het ziet er mooi uit. Het ziet er sowieso mooi uit. Maar het is altijd, ik vind altijd een gedoe om hem open te maken. Wakslaag, hè. Soms breekt hij een stukje af, moet je nog uitkijken dat hij niet in je bier komt. We gaan gewoon een poging wagen. We gaan een mes erbij pakken en we gaan hem gewoon een beetje kijken of ik een beetje een opening kan vinden. Hè? Het is altijd wel een gedoe. Nogmaals, het ziet er tof uit. Is hij helemaal rond? Ja, hij is helemaal rond, maar ik ben bang dat ik hem niet kan openen. Dan zet ik hem lekker op stop. Of stop. Hè, pauze. Oh wacht, hij breekt al een beetje af. En laat me even vooral weten wat jullie van wakslagen op je bier vinden. Ben ik toch wel benieuwd naar. En ik denk dat ik toch even hij breekt wel af, zoals jullie kunnen zien. Even kijken. Doe ik het gewoon zo. Kijk. Check. Het ziet er mooi uit. Het ziet er misschien wel chic uit. Kijk op. Een beetje open. Maar het is gedoe. Ik vind het wel een gedoe. Dus laat vooral even weten in de beschrijving hier of in de comments wat jullie ervan vinden. En hij is open. Check. Hij is open. Ik zal eerst even. Oh, is er wat? Nee. Ik dacht even dat er wat wax in mijn bier kwam. Maar dat is niet het geval. Hij is open. En we gaan gewoon kijken wat dit bier van Blackout Brewing uit Roemenië doet. Hij schenkt zwart in. Wat je wel kan verwachten. Ik schenk hem niet helemaal in. Nee, natuurlijk niet. Want ik ga hier de hele avond rustig van genieten. Hopelijk, hè. Want ik hoop dat dit wel mooi bier is. Ja, zwart. Hij is zwart. Schuimkraag is ook minimaal, hè. Is minimaal. Echt niet eens een centimeter. We gaan gewoon even kijken wat dit bier van Blackout doet in de neus. Dat doen we zeker. Chocola. Ook wel een tikje umami dingetje ruik ik erin. Ja. Droptoontje. Licht, heel licht. Ja, vanille, chocola. Geen koffie. Ja, dat umami komt echt wel in de neus het meest naar boven, laat ik het zo zeggen. We gaan gewoon even kijken wat dit bier doet in de neus. Ik zeg, in de neus? Jezus, in de slok. Ik zeg, proost. Ja. Chocola. Hij is al plakkerig in de mond. Maar ook wel de barrel proefje.
Ik vind de barrel is in balans. Sowieso. Zoetheid. Had voor mij iets minder gemogen. En wat ik al zei in de neus. Dat umami dingetje. Dat komt echt wel terug in de smaak. Terug in de smaak. Kijk, de schuimkraag is helemaal niks. Hij plakt ook wel een beetje. Nou, een beetje. Hij plakt gewoon dik aan het glas. Zie je dat? Yes. Hij plakt gewoon aan het glas. 13% proef je echt wel. Dan moet je rustig aan mee doen met dit bier. En dat ga ik zeker doen, hè. Dat ga ik zeker doen. Vervolgens neem ik meenemen nog een slokje. Maar umami. Dat lichtdroppige. Proef ik ook wel een beetje. Maar meer in de nasmaak. Vind ik, hè. Ik ben benieuwd of jullie. Als jullie dit bier hebben gedronken. Of jullie dat ook proeven. Dus laat het zeker weten hier beneden in de comments. Chocola, wat ik net zei. Ik denk dat ik hem wel goed op camera, gewoon op goede temperatuur drink. Want daar heb ik wel een beetje rekening mee gehouden. Want je moet niet dit soort bieren gaan drinken rechtstreeks uit de koelkast. Of laten we zeggen 5 à 10 minuten. Ik vind het altijd belangrijk dat dit soort bieren mooi op camera temperatuur komen. Om te drinken. We gaan door naar het eindcijfer. We gaan door naar het eindcijfer voor de Blackout Twisted Metal Old Watermill Whey Whiskey Barrel Aged. Zo, dat rijdt bijna. Check, zo zie je het beter, hè. Krijgt van Bieber Benno. Een 8. Een 8. De barrel zit er goed in. Zoetheid had voor mij iets minder mogen, wat ik net zei. Hij is lekker plakkerig in de mond. Umami, chocola. Dat is het cijfer voor Bier Menno van dit bier. Laat me even weten wat jullie vinden van deze review. Ben ik altijd benieuwd naar, nog steeds. En laat me ook zeker even weten welke bierstijlen of bieren ik moet gaan reviewen. Ben ik ook benieuwd naar. Want... dan moet je het even zeggen. Dan ga ik dat even regelen. Dat was het voor deze review. Hier bij Biebemenno. Social media. Hier beneden in de beschrijvingsbox. Zoals Facebook en Instagram. Volg me daar ook even. Want dan zie je elke week welke bieren ik drink. En welke bieren er komen op dit kanaal. Van Biebemenno. Ben je nog een abonnee? Nog steeds niet? Doe dan even abonneren. En zet gelijk dat belletje aan. Dan krijg je elke week een nieuwe update of een nieuwe, ja, nieuw bericht, nieuwe update. Dat Bierman alweer een nieuwe bierreview upgeloot. Ik ga ervan genieten en dan zie ik de volgende keer weer hier bij een nieuwe bierreview van de enige echte Bierman. Ik zeg, zoals altijd, proost en tot de volgende keer. Maar weer.